Alle aspecten die in het tennis zitten, dat maakt het zo interessant. Probeer alles eruit te halen wat erin zit. Het ontzettend behendig moeten zijn met je stoel is heel erg belangrijk. Je moet er heel veel laten. Je hebt het allemaal over voor je sport. Uiteindelijk moet je altijd van je eigen kracht uitgaan, van je eigen spel. Op die manier probeer je van je tegenstander te winnen. Riaal kiest voor het Nederlandse tennis omdat het de tweede sport is van Nederland. We willen graag bij elke Nederlander en bij elk gezin in Nederland goede verzekeringsproducten bieden. Ja, en omdat tennis toch een sport is die bij heel veel Nederlanders bekend is. En ik zou zelfs wel durven stellen dat er in vrijwel elk gezin naast een voetbal toch ook wel een tennisracket aanwezig is. Ja, dat is voor ons de reden dat we Riaal aan tennis hebben gekoppeld. Zij willen de sport, de tennis ondersteunen, maar dan in de breedste zin van het woord. En ik denk dat die ondersteuning en die instelling heel veel zegt over het bedrijf zelf. We worden op deze manier supporter van het Nederlandse tennis. Het is dus om niet alleen te doen om de grote namen ons te binden. En we gaan juist voor tennis in de volle breedte. En dus naast het hoofdsponsorschap van de KNTB en de topspelers van de Davis Cup willen we ons vooral focussen op de verbreding. Dus ook op straattennis, op rolstoeltennis, op schooltennis en bijvoorbeeld op allemaal lokale evenementen waarbij we de tennissport op een hoger plan kunnen brengen. Door de investeringen die we kunnen doen in tennis hopen we natuurlijk de tennissport groter te maken. En zeker ook de naambekendheid van Riaal groter te maken.